Anko, ik kan me voorstellen als je van de week Ajax ziet voetballen, dan wordt het heel lastig hier in de arena op zaterdagavond. Ja, nou, dat is ook gebleken, ja. Maar ik vind wel dat we het zelf niet goed genoeg hebben gedaan. En je weet gewoon dat Ajax een fantastische ploeg is. Met hele goede spelers. Maar ja, die hebben we ook wel in zo'n positie gebracht dat ze konden uitblinken. En ja, je weet het van tevoren dat je die jongens geen ruimte moet geven. Toch gebeurt het. En ja, goed, dat is niet goed. Je zegt, we hebben het zelf niet goed gedaan. Waarin vind je dan dat jullie iets hebben laten liggen? Nou ja, we hebben niet goed verdedigd. En we stonden wat verder terug als normaal. En dan zou je denken dat je daardoor juist minder ruimte weggeeft. Maar ja, je ziet dat bij ons dat niet gebeurt. En dat we eigenlijk nergens in duel komen. En dat ze gewoon aan alle kanten kunnen voetballen op onze helft. Ballen kunnen openen en lopende mensen. Ja, dan weet je dat je het heel lastig krijgt. En hebben ze kwaliteit. En je moet ze eigenlijk van onze 16 houden. Nou, dat is niet gelukt. Ja, dat Ajax kwaliteit heeft, dat blijkt wel met spelers als Ziyech en Tadić natuurlijk. Maar zij spelen eigenlijk op een soort, ja, niet echt als vleugelspelers, maar een hangende rol. Merk je ook dat jullie daar moeite mee hebben? Ja, ze kwamen constant aan de binnenkant. En ja, goed, wat ik zeg, ze waren eigenlijk heel vaak vrij. En dan kom je niet in duel. Ja, dat is natuurlijk voor die gasten natuurlijk heerlijk. En dan gaan ze voetballen en dan kunnen ze. En dat hebben we vandaag meegemaakt. Voelt het enigszins als gezichtsverlies, zo'n 5-0 nederlaag in de arena? Nou ja, je weet dat je kan verliezen in de arena. Alleen ja, de manier waarop ja, doet mij in ieder geval niet goed. Wij weten dat we tegen de Graafschap de punten moeten halen. En waarschijnlijk niet in de arena. Maar goed, ja, we gaan dit weer analyseren. En dan vrijdag zal een hele andere wedstrijd worden. En dan zullen we uit een ander vaatje moeten tappen. Ja, is dat lastig, omdat jullie nu natuurlijk een niveau hoger spelen in de Eredivisie? Is het dan lastig om je weer te herpakken, te analyseren, omdat dit best wel een domper is? Nou ja, kijk, bij Ajax kan je verliezen en we moeten gewoon door. En ja, tegen de Graafschap staan we er gewoon weer. Ja, want dat jullie kunnen verrassen, dat bleek wel uit de eerste competitiewedstrijd natuurlijk. Daarom. Dus, we moeten nou niet op basis van twee wedstrijden tegen, vind ik, twee hele goede ploegen nou in de war raken. Ik bedoel, wij kunnen ook voetballen. Hebben we vandaag niet goed gedaan. Maar het komt ook door de kwaliteit van Ajax. En volgende week zal, wat ik zei, een heel andere wedstrijd worden. En dan moeten we er gewoon staan.